In dit filmpje krijgt u een mogelijk schema van het uitbestedingssysteem. U kan dit noteren bovenaan bladzijde 63, daar heb je nog wel wat plaats. Nu, als u zegt van, goh meneer, ik vind eigenlijk mijn eigen schema dat ik gemaakt heb op bladzijde 62 veel beter, dan doet u het maar. Hè. Dan studeert u maar op basis van dat schema. Even goede vrienden, maar je moet het wel kunnen uitleggen, uiteraard. Hè. Dus omdat dat nu op basis van mijn schema of op basis van jullie schema is, maakt niet uit. Oké, dit is mijn poging in ieder geval. Wie heb ik centraal geplaatst? Wel, in ieder geval de koopman-ondernemer. Hè. De man waar het allemaal rond zal draaien bij het uitbestedingssysteem. De man die ook twee functies had. Hij was ondernemer. Hè. En tegelijkertijd ook handelaar, tegelijkertijd ook koopman. En wie waren er bij hem in dienst? Wel, dat waren tientallen werknemers, meestal op het platteland. Dat waren arbeiders, dat waren boeren die voor hem werkten. Oké, we gaan het heel concreet aanpakken. We zitten met het uitbestedingssysteem meestal in de 16e, 17e eeuw. We zitten in de buurt van Antwerpen. En in Antwerpen, stad, centrum, had je een koopman-ondernemer. Een rijke, meestal kapitaalkrachtige koopman-ondernemer, die in dit geval tapijten laat maken. Tapijten om die dan naar het buitenland te verhandelen, te vervoeren. Nu, hij gaat uiteraard niet die tapijten zelf maken, maar hij laat dat doen door boeren. Die boeren die woonden rond Antwerpen, had je bijvoorbeeld 20 boeren of 50 boeren die voor die persoon, voor die koopman-ondernemer, werkten in de winter. Want zoals daarnet al gezegd, in de winter hebben die boeren, kunnen die niks gaan doen op het veld. Het was veel te koud, het was veel te nat, maar ze hebben natuurlijk wel een loon nodig. Dus in de winter werken die voor de koopman-ondernemer. In de winter maken die tapijten voor hem. Nu, hoe gaat dat in zijn werk? Wel, die koopman-ondernemer die komt in het begin van de winter, dus laat ons zeggen eind november, komt die langs bij die 20 boeren die voor hem werken. Elke dag een andere boer, of twee boeren op een dag, en hij gaat ze grondstoffen leveren en hij gaat ze ook eventueel leningen aanbieden. Hij gaat dus bij die boeren langs in het begin van de winter om die wol te geven, om daar tapijten van te maken. Of boeren die bijvoorbeeld geen weefgetouw hadden, kan hij zeggen van, ah, maar ik ga jullie een lening geven en op basis van dat geld kunnen jullie dan een weefgetouw kopen, geen probleem. Dus in het begin van de winter zorgt hij voor die dingen. Hij zorgt voor het geld, de eventuele leningen en zo, hij zorgt voor de grondstoffen. Die boeren die kunnen dan aan de slag. Weken, maanden werken ze dan thuis bij hun, dikwijls in een of andere schuur van het landbouwersbedrijf om tapijten te maken. Die koopman-ondernemer zal eens om de zoveel weken, dus om de 3, 4 weken komt hij eens langs om te kijken hoe het werk vordert. En op het einde van de winter, dus laten we zeggen eind februari, komt hij opnieuw langs om dan de afgewerkte producten op te kopen. Dus hij komt dan langs om die tapijten op te halen. Die boeren die krijgen daarvoor een stuk loon. Dat spreekt voor zich. Als je 3 tapijten gemaakt hebt, ga je meer verdienen dan wanneer je 1 tapijt gemaakt hebt. Dus per tapijt kregen ze een aantal florijnen. Die koopman-ondernemer heeft nu misschien in totaal 100 tapijten. Bij al die verschillende boeren, die hebben dus allemaal die tapijten voor hem gemaakt. En die koopman-ondernemer gaat natuurlijk met 100 tapijten, ja, dat is veel te veel om zijn eigen woonkamer daarmee te versieren, maar hij gaat die tapijten verhandelen. Hij gaat die vervoeren, verhandelen, dikwijls in de zomerperiode, naar een verre markt. Naar het buitenland, naar Frankrijk, Duitsland of zelfs ver daarbuiten. Als je ooit al in musea of in paleizen of in kastelen geweest bent over heel de wereld, laat ons zeggen, daar vind je dus allemaal die Vlaamse tapijten terug. Dus die verre markt moet je echt in de letterlijke zin van het woord. Hè. Dat was op soms 1000 kilometer of duizenden kilometers van Vlaanderen, hè, van de Lage Landen. Voilà, zo werkte dat uitbestedingssysteem. Hè. Dus je had een koopman-ondernemer,
die zelf geen bedrijf had, die zelf geen manufactuur had, maar die 20, 30 boeren voor hem liet werken. Die maakte in de winter maakte die tapijten en in de zomer gaat die koopman, ondernemer die tapijten verhandelen, vervoeren naar een verre markt om die daar dan te verkopen. Nu, het is duidelijk dat dat een enorm voordeel heeft, maar tegelijkertijd ook een enorm nadeel. We zijn positief, dus we beginnen met het grote voordeel. Wat is het grote voordeel van het uitbestedingssysteem? Wel, dat is natuurlijk dat die werknemers, dat die een loon hebben in de winter, dat die iets kunnen verdienen, hè. Bovendien, die koopman-ondernemer, die zorgt voor alles, hè. Die zorgt voor de grondstoffen, die zorgt voor het geld, die zorgt voor de leningen. Dus daar moeten ze zich allemaal geen zorgen over maken. En bovendien zijn ze ook zeker van een afzet. Hoe meer tapijten dat ze maken, hoe meer dat ze verdienen. Die koopman-ondernemer die komt op het einde van de winter langs en die heeft beloofd om al die tapijten op te kopen. Dus die werknemer zit niet met de onzekerheid van ga ik wel van die tapijten vanaf geraken of niet. Dat is een enorm voordeel. Maar tegelijkertijd zie je hier ook al een nadeel in verschuilen, want die koopman-ondernemer die heeft nu zo'n machtige positie in heel dat uitbestedingssysteem, dat hij ook op een bepaald moment wel bewust is van zijn macht en zijn macht gaat misbruik maken. Die gaat bijvoorbeeld zeggen tegen de boeren van ja, de grondstoffen, de wol in Engeland is duurder geworden, dus voortaan gaat u meer moeten betalen. Of die leningen, voortaan is het in plaats van 5%, terwijl dat het vroeger maar 3% was. Of hij bepaalt ook het stukloon. Dus wat zie je gebeuren in de praktijk? Dat die koopman-ondernemer zo machtig was dat dat eigenlijk echt de centrale spil is in heel dat uitbestedingssysteem, dat hij die macht gaat misbruiken en dat die werknemers, dat die boeren op het platteland enorm worden uitgebuit. Dus je ziet dat die boeren worden stilaan maar zeker worden uitgebuit in vele gevallen door die koopman-ondernemer. Voilà. Op die manier zie je dus dat de nijverheid in die nieuwe tijd die kenmerken had. Het was een huisnijverheid, ontstaan van manufacturen, voorlopers van fabrieken en dan het uitbestedingssysteem. Voilà. Hiermee hebben we het korte hoofdstuk 11, de nijverheid in die nieuwe tijd, gezien.